Goedendag, welkom bij weer een nieuwe vlog. We gaan even met vuur spelen. Het is behoorlijk koud hier op dit moment. Gaan we even wat houtjes erin leggen, aanmaakhoutjes. Zodat het zo meteen lekker gaat fikken, is de bedoeling. Dan kan er daarna wat groentjes op. Een douche hebben wij. Alleen doet het doosje niet altijd goed. Nu dus ook niet, dus dan doe ik het even aan de kaars. Heel snel. De kachel in. En dan is het even afwachten. Hoe lang het duurt voordat het goed warm wordt. Nou, die begint lekker op stoom te komen met een gepest zaagselblok erop. Dus dan gaan wij even wat anders doen. Nou ja, ik. Want Paul ligt nog lekker op bed. Maar we gaan van dit afvalhout even een klein tafeltje maken. Want dat is nu een emmertje. En dat is eigenlijk helemaal niet geschikt als tafel, vind ik. We hebben hier allemaal afvalhout dus. En Paul heeft het van de week ook al gebruikt. Langs de hele muur staat dit soort hout. Dus nu ga ik het even proberen te gebruiken. Ik heb superveel geluk, want dit is al een mooie hoogte. Dus daar hoef ik alvast niks aan te doen. Er moeten natuurlijk nog een aantal bijkomen. Maar dit is mooi. Ik moest die andere toch nog eventjes ook bijzagen, maar er zijn er nu twee ongeveer even lang. En dat is 3. En toen lagen er 4. Nu nog even kijken waar we het hout vandaan gaan halen verder. Welk hout we gaan gebruiken, bedoel ik. Zo, het tafelblad is ook op maat. Alleen vanwege de batterij moet ik helaas nu stoppen met filmen, want die gaat echt hard. Maar het is dus heel simpel nog een kwestie nu van die pootjes zo er zeg maar zo onder vastmaken en omdraaien. Dus het resultaat komt nog. Maar het is in ieder geval redelijk goed gelukt. Bedankt weer voor het kijken, het volgen en het delen. Doei doei!